Ik wil het graag hebben over David Mitchell, mijn favoriete schrijver. Een Engelsman die met ongelooflijk veel fantasie, altijd weer meer fantasie dan ik kan bedenken dat je kan hebben, zijn boeken schrijft. Dit boek gaat over een Nederlander. Een aantal eeuwen geleden, toen de Nederlanders eigenlijk de enige waren die toegang hadden tot Japan. Vanaf een eilandje voor de kust van Tokio, Deshima. En deze man die zat daar vast. Die wilde wel weg, maar die kon niet weg. En het boek gaat erover hoe die daar eigenlijk volkomen wanhopig zit. En eigenlijk terug wil naar Nederland, maar dat kan ook niet. Hij heeft contact met de Japanners en hij begrijpt ze wel een beetje, maar hij moet altijd weer terug naar zijn eiland. En wat ik van dit boek geleerd heb, is het is een historisch boek. Dus het is echt realistisch over hoe het destijds toeging. Maar het is ook, wat ik al zei, ongelooflijk veel fantasie over hoe dat leven zou zijn kunnen zijn geweest. En fantastisch.